Nou, mijn naam is Michael Verrips en ik ben 25 jaar en ik kom uit Arnhem. Michael is groot. Hij vindt ik een hele goede uitstraling. Er staat echt iemand. Het is wel een mannetje, denk ik. Iemand die wel durft te zeggen wat hij vindt. Dat is ook wel iets waar ik naar op zoek was in deze groep, in deze selectie, in dit team. Ja, vraag kreeg van hoe zou ik erin staan, hoe staat de club erin. En dat gevoel was eigenlijk meteen heel goed, heel positief. En ik was natuurlijk enorm blij dat FC Groningen belangstelling toonde. En ik denk dat één woord dat heel goed omschrijft en dat is ambitie, zowel voor mij persoonlijk als voor de club. En ik denk dat we daarin heel erg op één lijn lagen en een heel goed gesprek heb gehad met Flederes daarover. En dat gaf wel de bevestiging dat dit een goede stap voor mij zou zijn. We hebben na afloop van het seizoen geëvalueerd. En ja, dan probeer je te kijken op welke posities denken we nog het team te kunnen of misschien te moeten versterken. Het is geen geheim dat afgelopen seizoen niet super succesvol is geweest voor Peter Leeuwenburg. Aan de hand daarvan hebben we wel gekeken naar eventueel opties waarbij wij denken dat dat ons zou kunnen helpen in de concurrentiestrijd. Uiteindelijk kwam Michael op de radar en uiteindelijk bleek ook dat wij hem zouden kunnen huren met een optie tot koop. Nou, uiteindelijk is dat gelukt, dus we gaan hem huren voor 1 jaar van Fortuna Sittard. En daarbij hebben we een optie om hem te kopen. Dat is voor ons in deze situatie wel gewoon een ideale constructie. Want dat betekent dat het een open strijd gaat worden tussen Peter en Michael. Dit heb ik ook met Peter besproken. Dus open kaart gespeeld, samen het seizoen besproken en ook uitgelegd het hoe en waarom. En dat ik ook heel goed begrijp dat het voor Peter dat het even vervelend is. Maar ik heb hem ook uitgelegd dat wij als club uiteindelijk ambities hebben. En dat wij uiteindelijk ook verder willen als club. Ja, en dat wij dan ook gewoon moeten kijken welke posities wij ons denken te kunnen verbeteren. En als dat dan kan, dan moeten we dat gewoon doen. Dat was overigens ook een prima gesprek, een eerlijk en open gesprek. En Peter vond het uiteraard niet leuk en vond dat wel vervelend. Maar hij nam het wel echt als een professional op. Ja, het mooie voor ons als club is dat wij nu overal grip hebben als je kijkt naar de keepersituatie. We hebben Michael gehuurd voor 1 jaar met een optie tot koop. Dus daar hebben we de grip dat wij kunnen bepalen of we die optie tot koop lichten. We hebben ook al een contract met elkaar afgestemd voor als wij hem willen kopen. Dus dat is afgetimmerd, dat is dicht. Peter Leeuwenburg hadden we vastgelegd voor 2 jaar met een optie voor nog 2 jaar. Dus ook die hebben we komende zomer hebben we daar de optie om de optie in zijn contract te lichten. En mocht Peter het komend jaar fantastisch gaan doen. Nou, Jan hebben we langer vastgelegd. Die dus straks hopelijk terugkomt van zijn blessure. Waarbij we natuurlijk ook afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Jan de Boer die loopt na dit seizoen, na komend seizoen loopt die af. Dus... eigenlijk hebben we daarin alle tools hebben we in handen als club om keuzes te maken en we hebben grip. Dus daar ben ik wel heel blij mee en ik denk ook dat dat een hele goede zaak is voor de club. Mijn moeder die is opgegroeid in Groningen. Haar naam is Maas. Ik denk dat heel veel mensen in Groningen wel Huizen Maas kennen. Nou, dat is van haar vader en daar is ze ook geboren. Daar zijn we na het gesprek met Groningen, ons eerste gesprek met Groningen, zijn we daar even naartoe gegaan om wat te eten en te drinken. Dus dat was wel leuk. En dan zie je haar ook opfleuren en kijken van hier is het allemaal begonnen. Dus dat is wel leuk.